Kom op mensen, laten we nou ons land niet waterschaarste aanpraten, want we hebben genoeg. Als we er goed mee zouden omgaan. En dat is het punt wat ik wil maken. Dat doen we namelijk helemaal niet. Op 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen in Drenthe. Samen staan we voor een groot aantal maatschappelijke opgaven rond thema's als natuur, klimaat, energie, landbouw en water. De samenwerkende Drentse natuur- en milieuorganisaties brengen deze uitdagingen onder de aandacht in de campagne Kiezen voor de kracht van Drenthe. In aanloop naar de verkiezingen geven we deskundigen en politieke partijen een podium om hun visie en oplossingen voor Drenthe te delen. Van het regenwateroverschot voeren wij uiteindelijk circa 75% van het water af. Gewoon door naar het IJsselmeer of naar de Waddenzee en dan is het weg. Hoe mooi zou het zijn als het water wat in januari, in december is gevallen, als we dat nu nog beschikbaar hebben en houden, ook voor het groeiseizoen wat komen gaat dit jaar. En eigenlijk moet je van die vroege sponswerking naar een soort nieuwe sponswerking in het huidige Drentse landschap. We zullen dus best met kleine maatregelen kunnen zorgen dat het water in natte perioden vastgehouden blijft, zodat we dan ook minder snel afvoeren, dat het drainage minder tijd geven om af te voeren, zodat het water makkelijker de grond in kan zakken. De kwaliteit van het grondwater, wat wij gebruiken voor ons drinkwater, staat ernstig onder druk. En de aantal stoffen die wij daarin tegenkomen, dat noemen we organische microverontreinigingen, afgekort ook wel stofjes. Die stofjes willen wij niet in ons drinkwater hebben. Die mogen niet in ons drinkwater van het volksgezondheid. Dus die zuiveren wij eruit. Als CDA hebben wij geprobeerd, en dat is ook gelukt de afgelopen jaren, om de belastingen laag te houden. Ook in deze tijd willen we dat doen. Daarbij is het van belang dat die vervuiler, dat die zou moeten betalen. En de allerarmsten krijgen gewoon bij ons nog steeds kwijtschelding. Het moet omhoog met de pijl, dat is nodig voor de bodem. We zien in periodes van droogte dat de gronden verdroogt, de natuur ook verdroogt. Het probleem met natuur is natuurlijk ook dat natuur schade ook vaak leidt tot het nooit meer terugkeert. Daar waar landbouw voor droogteschade wel gecompenseerd wordt, is dat in de natuur niet mogelijk. Daarnaast willen we watervriendelijk gedrag stimuleren. Dat willen we door communicatiecampagnes gaan doorvoeren. Niet door subsidies, maar belonen van initiatieven die leiden tot minder vervuiling. En extra belasten van activiteiten die drukken op de kerntaak van het waterschap. Wij vinden eigenlijk dat provincies, gemeenten en waterschappen veel meer met elkaar moeten samenwerken. Nog meer dan nu. En wij waren als GroenLinks best wel blij met de brief van 10 juni. Waarbij gezegd werd dat water en bodem sturend zouden moeten gaan zijn in het landbouwbeleid. En want dat gaat betekenen dat we in de landbouw ook echt keuzes moeten gaan maken. Over waar gaan we nou welke landbouw voeren. We zijn in dit land behoorlijk tegenover elkaar komen te staan. En als we dit wat willen doen aan deze problematiek, dan moeten we alleen niet blijven schreeuwen hoe belangrijk het is. Tuurlijk moet je die urgentie wel naar voren brengen, maar je moet vooral luisteren naar de partijen waarmee je dit moet doen.